Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Roy's Road to Dortmund. En vandaag is het sowieso een heel vet iets. Het is niet zozeer vandaag alleen, want ik weet niet hoe lang ik erover ga doen. Maar vorige aflevering vroeg ik jullie, het is aan jullie om een challenge achter te laten hoe ik in vorm Roy's kan gaan unlocken. Nou kwamen er dik 1500 comments waar ik tussen kon zoeken. En dat heb ik ook zeker gedaan. Maar eindstand dacht ik van, weet je, we hebben een top comment met meer dan 500 likes. Dus eigenlijk moet ik die ook gewoon pakken, want de meeste mensen waren het kennelijk daarmee eens. En eerlijk gezegd moet ik zeggen dat ik hem zelf ook heel erg goed vond. Sowieso thanks allemaal voor jullie comments. En ook thanks voor al jullie duimpjes. Als we vandaag weer een keer 5000 likes zouden kunnen halen, zou ik dat super vet vinden. Dus vergeet zeker niet even een blauw duimpje omhoog achter te laten. En dan nu de challenge voor Royce. Deze challenge staat dus altijd gedurende de hele serie tot een keer het moment dat ik hem ga halen, blijft hij elke wedstrijd gewoon gelden. Royce kreeg zijn in vorm door 3 assisten af te leveren, plus een goede wedstrijd te spelen. Mijn challenge is dan ook, geef 3 assisten met Royce in 1 wedstrijd en speel een goede wedstrijd. En wat is nou een goede wedstrijd? Nou, zijn in vorm is 89 rated, dus ik moet een beoordeling halen van 8.9 of hoger. Nu is het dus hopen dat op het moment dat ik 3 assisten geef, automatisch de beoordeling wel hoger dan 8.9 zou zijn. Maar stel nou dat er een keer een wedstrijd komt dat ik 3 assisten geef, maar zijn beoordeling is 8.5. Ja, dan kan ik mezelf wel voor mijn kop slaan, want dan zou ik de challenge dus niet gehaald hebben. En we blijven gewoon doorgaan tot het zover is, tot het moment zich voordoet dat ik hem haal. Dat kan de volgende wedstrijd al meteen zijn, of pas over 10 afleveringen. Maar ik wil wel heel graag die 89 rated Royce toevoegen, want hij is volgens mij echt fucking goed. Eigenlijk zijn al zijn stats een beetje verbeterd. 1, 2, 3, volgens mij passing met 4 punten. Maar het ziekste van allemaal is zijn physical is van 63 naar 70 gegaan. Dus nu als je naar zijn stats kijkt, dan is eigenlijk één stap op verdedigen na, want niet boeit als voorgoede speler, is zijn physical. Dat is zijn enige slechtere stat. Maar die is dan dus ook 70, wat hoog genoeg is. En zijn snelheid is iets omhoog, zijn shooting is nog wat beter. Passing is 88, dribbling is nog beter geworden. Maar dan dus ook nog physical. Dus ik kijk er heel erg naar uit om hem te gaan gebruiken. Maar eerst, de aflevering van vandaag. Ik sta op dit moment 5 stapjes voor Berlijn. Oftewel, in Berlijn komen gaat zeker nog niet lukken vandaag. Want we kunnen maar maximaal 2 keer winnen. Is 4 stapjes vooruit. Maar we kunnen wel heel veel packs gaan verdienen. En het is natuurlijk FUTMUS. Dus er zijn ook special packs. Helemaal mooi. Dus ik ga maar gewoon gelijk dobbelen. Want ja, goede dobbel. Hoge punten. Veel packs. Ik doe het ervoor. Daar gaan we dan. Dobbel 1. Levert ons. Kun je het zien? Net buiten beeld. Half. Oh, daar gaan we. Hoppa. We gooien 8. Helemaal niks mis mee. Oké, mijn tegenstander heeft 3 informs. Ook Socrates, net als ik. En Hummels. Ze spelen met hetzelfde defensieve hart. Maar hij heeft ook nog Robben, inform Chicharito. Snorri-versie van Rodriguez. Salamon Kalou inform. Douglas Costa, Thiago. Traxler. Oké, dit begint niet heel goed. Het staat wel nog 0-0. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. Oké, hij is alleen nog maar aan het schieten. En hij heeft volgens mij binnen 7 minuten tijd al 3 keer op mijn goal geschoten. En ik heb de bal eigenlijk nog niet gehad. Oké, dit was geen terugspelbal. Lang leven FIFA. Oké, dit gaat echt totaal niet goed. Dit gaat echt niet de goede kant op. Kom op, Rob. Buitenspel. Ja. Oh, ik wou zeggen, nu scoort die mensen buitenspel, maar hij schoot hem nog op de paal. Castrootje, Castro! Oh! Eerste schoetje van de wedstrijd. Balletje gaat net naast. Die moet je Werner. Een goede bal op Herman. Schiet maar voor. Oh. Nee! Robben met een kopbal! Wat is nou voor corrupt potje? Dat is een kale ad. Oh, die bal die stuit er ook gewoon. Hoe kan dat nou dat... Waar zijn mijn verdedigers? Sahin liep ook niet echt met zijn vent mee. Voorzet die kan stuiteren en dan nog gewoon ingekopt. Dan doe je toch wel echt iets helemaal verkeerd als verdediger. Oh! Ja! Nee! Maak hem nou! Het mooie wat zich nu voordoet in deze potjes is dat ik 3 assisten moet geven om ze in vorm te kunnen lokken. Maar elk doelpunt wat ik weer maak met Royce geeft me extra packs. Dus het is een beetje een afweging van ja, wat is nou beter? Een doelpunt maken of een assist? Of is het zo dat tegen deze man nou niet echt de hoop heb dat ik überhaupt 3 keer ga scoren? Want die volgens mij best goed is. Dus dan kan ik eigenlijk gewoon beter elk doelpunt gewoon aanpakken voor die extra pakketje. Ja, Werner is er langs. Timo Werner doet het geweldig. Bij zijn clubpie. Hij geeft het nu goed af op Royce voor dat extra pakketje. Dit moest gewoon even 1-1. Goeie actie van Timo Werner. En goed afgemaakt door Royce. Al was dat niet heel moeilijk meer. Hey, laten we met z'n allen gaan chillen op dit ding. En elkaar een kus of zo. Wat ga je nu doen? Nee, niks. Oké. Ja, Werner is echt een baas. Ook gewoon, ik vind hem in het echt ook echt een baas. Afgelopen weekend weer een doelpunt voor Leipzig. Echt ongelooflijk. Die gast is zo goed. Terwijl dat vorig jaar waarschijnlijk nog nooit iemand van hem had gehoord of zo. Weet ik het. Roy, schiet maar. Wat was dat nou voor dom schot? Oh, het was Werner. Oh,
Zit ik net te vertellen hoe goed ik je vind? Ga je zo die bal inschieten? Dat is toch wel zonde. Nee, geen corner. Goed zo. Oh, Royce. Oh nee, dit is niet fijn. Dit is niet fijn. Oh, goed gepakt. Oh, Royce. Ik ben er maar één iemand voor zich. En ook nog twee afspeelmogelijkheden. Royce, steek maar. Op Herman. Oh, hij bleef even hangen. Herman, voorzet. Werner, op de lat. Nee, dat meen je niet, Werner. Waarom doe je me dit aan? Perfect uitgespeeld. Die kon ik echt geen reet aan doen. Schiet op de lat, zeg. Wat een pech. Oh jee, is dit Messi? Nee, het is Royce. Hij is zo goed. Herman, oh, wat een beweging. Nou, terugleggen. Oh my god. Kom maar, Royce. Kom maar, Royce. En nu steek. Wat een slechte steekbal. Oh, maar hij pakt hem zelf erop. Royce, verre hoek. Scheidsie. Ja, ik krijg hem. 91 minuut pingel. Oeh, spannend. Royce achter de bal. Kom maar, jongen. Ja, hij maakt hem. Lekker dan. Celebration op dat ding, want dat vind ik cool. Ga zitten. Soms doen ze echt gekke dingen. Gaan ze al met z'n allen roeien of duiken. Dan laten ze zich zo ervan afvallen. Maar in principe, 2-1 overwinning. Zeer tevreden mee. Oh, heerlijk. Bang, 10 seconden van tijd. Marco Royce, man of the match. We winnen gewoon. Heerlijk, want bij zo'n gelijkspel heb je eigenlijk geen reet. Uiteindelijk, hij heeft een 9.3 beoordeling. Dus dat is gehaald. Maar hij heeft 2 doelpunten en 0 assisten. Dus gewoon 8 packs voor dobbelen. Plus 2 packs voor de doelpunten. Min 1 pack voor het tegendoelpunt. Blijft uiteindelijk over op 9 packs. En ook mogen we 2 stapjes vooruit richting Berlijn. En zijn we nog 3 stapjes verwijderd. En dat is ook zeker iets heel chills. Maar eerst gaan wij nu natuurlijk die pakketjes openen. En dat zijn speciale pakketjes. Ze zijn 350 FIFA points. Maar hey, dat zie ik wel door de vingers. Dus ik mag 9 packs openen van 150 punten. Dus mag ik 4,5 pack van 300 punten openen. Dus mag ik ook 4,5 van deze packs openen. Oftewel, ik open er nu 4. En die andere halve pack, die bewaar ik voor de volgende pot. En wellicht kunnen we iets chills krijgen uit deze 25k packs. Ik hoop het. Wat zal het leuk zijn, maar ik kreeg Sigurdsson. Oké, wel alleen maar spelers. Dus op zich 3 shinies. Ik kreeg ook nog een zilveren shiny. Dat is echt, dan word je echt gewoon genaaid. Dan word je echt genaaid. Ik mag er dus 4. Dit is mijn tweede. En dit is niemand anders. Oh, hij speelt wel in de dingen. Halilovic. Niet echt, hè? Oh, grote ster. Kom aan. Kom aan. Aubameyang, Aubameyang, Aubameyang. Nee, Santi Cazorla. Aubameyang zou de perfecte grote ster zijn in dit pakketje. Santi mogen we niet gebruiken. Is wel 86 rated. Is die ook wat waard? Hij is gewoon 20k. Dat is best ziek. Ja, heel veel spelers die we in principe zouden mogen gebruiken. Maar ja. Centerbacks. Ik heb op dit moment in vorm Socrates en Mats Hummels. Nou, die zijn toch wel ietsjes beter. Het is geen Walkout als vierde en laatste pack. Het is ook geen grote ster. Is het iets bruikbaars? Helaas, Debussy. Packte ik laatst veel Arsenal-spelers in die ene video voor de Weekend League. Maar nu pak ik er ook weer 2 achter elkaar. Mijn tegenstander in de tweede wedstrijd is eentje met blauwe Kongolo. Hij heeft een Nederlands team op Smalling en de Guyana. Vind ik wel flauw dat je die dan Engels pakt. Dan moet je dan ook gewoon allemaal Nederlanders neerzetten, hè? Kom op, man. Maar wel, Ricky Cashdoor, Quincy, Alleschil, Promes, Stroopman, Depay, Robben en in vorm van Percy. Heel benieuwd. 3 verdedigers, waarvan Blind, Van Dijk en Smalling. Moet toch wel doorheen zijn te komen. Misschien met 3 assisten? Ik hoop het. Marco, wordt het assist 1 als Sahin binnen schiet wel? Oh, raakt de paal. Ik ben zelf nu al even iets grappigs, want het is minuut 23. Maar ik heb helemaal nog niet gedobbeld. Dus dat gaan we in de rust even doen. En anders na de wedstrijd, als ik het dan weer vergeet. Gewoon vergeten. Kom gewoon nu pas tot de conclusie. Maar gelukkig kom ik er wel zelf achter. Dat is beter dan in de comments achteraf teruglezen. Hé, hey, sukkel, jij bent dat vergeten. Jij oelewappa. Oi, wat een actie. Goed verdedigd, dat wel. Oh, goed uitverdedigd ook. Oh, en weer goed geblokt. Het gaat geweldig. Ga maar, Royce. Goeie bal, daar komt hij altijd bij, want hij is veel sneller. Goed. Royce, en nou de goede voorzet. Alsnog. Ja, ja, assist 1. Oh, dat was heel vies. Dat was echt heel vies. Ik weet niet of je het goed zag op beeld. Ik hoop van niet, maar anders, ja, kut voor jullie. Maar het is helder. Ik was gewoon heel blij met de eerste assist van Royce. Een dikke fout van de Gea, die komt, maar toch niet komt. En dan legt Royce hem perfect terug. En dan is dit dus nummer 1. En 3 assisten. En een 8.9. Ik denk dat ik een vormpje. Ik ben weer vergeten te dobbelen in de rust. Nou, dat doe ik na de rest. Ik moet wel mijn focus nu even houden. Hij heeft
Sanja ingebracht voor Kongolo en Harry Kane voor Van Persie. Ik dacht trouwens net van, huh? Hij speelt toch met 3 verdedigers? Maar ik heb echt zitten slapen, want hij speelde natuurlijk met 5 verdedigers. En dat is ook wel redelijk merkbaar, want ze staan met z'n allen hier voor de goal. Maar Royce is nu wel langs, op weg naar assist 2. Of nee, toch niet, maar wel 2-0. Nee, toch... Oh, oeps. Nou, die pompen we voor en die koppen we binnen. Oh, fucking keeper. De Gea, als jij hier niet was, jongen, dan had ik al sowieso een keer meegescoord. Herman. Herman, goede voorzet. Timo Werner. Het is jammer dat Royce deze voorzet niet kreeg, maar het is wel een goede. We komen op 2-0 voor. Lekker dan. Wedstrijdje is weer binnen. Dat hij toch wel een volgende keer moet hebben gekregen. Oké, ik lul te veel. Het is 2-1. Goed, Royce. Doe maar, triple tapje. Ja. Oeh, 2000 voor Royce. Nu wordt het wel heel spannend. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan lukken. Het is ook nog niet gelukt, die 3 assist. Maar dit is wel als een tweede. Herman, maak hem. Oeh, dit wordt wel even spannend, ouwe. Ja, Royce, come on. Nu moet er even aansluiting zijn. Royce, triple tap. Oh. Nou, kop deze corner binnen. Ja. Nee. Oké, tweede herkanting. Kom goed voor. Koppen was nog binnen. Godverdomme. Ik wil nooit op voorzet eigenlijk. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar hij heeft er nou gewoon al 2. Wanneer gaat er nou een wedstrijd komen dat ik ooit zoveel assisten ga geven met Royce? Nooit toch? Kom op. Dat is alles op de aanval. Mooi met centrale verdediger mee de spits in. Je kan die een bal binnenkoppen. En dan nu voor. Ja. Komt hij tot koppen? Komt hij hem weer niet binnen? Oh, die fucking De Gea. Nu dan? Nee, weer niet. Holy shit. Oké, goede uitgooi. Shit, hij is aan het tijd trekken. Royce, deze steekbal is goed. En als deze erin gaat, zou dat ook tellen. Maar helaas, Socrates mist. Royce heeft rug nummer 12. Staat hier. Steek hem nu weg. Holy shit. Oké, lol. Ah, nee, maat. Zoveel kans gehad met Royce op die assist. Op die derde assist. Want hij had er 2. En dat had het er 3 moeten zijn. Fuck. Had hij de 8.9 eigenlijk gehaald? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Oh, 9.2. Oh, ik heb gewoon 3 keer een assist. Dat de keeper hem nog net pakt. Dat laatste balletje in die laatste seconde van Werner zat ook ziek dichtbij. Lukt me uiteindelijk niet. Maar ik mag wel nog dobbelen. Want dan was ik dus tot 10 keer toe vergeten. Oké, daar gaan we. Let's fucking gooi 12. Ik gooi 5. We hadden dus nog een packie over van net. Wel, we hebben 6 packies nog. Dat kun je ook vertalen naar 3 special packs. En dat ga ik ook zeker doen. En ook wil ik jullie heel graag vragen. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Weer een grote ster. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Handanovic is helaas niet uit de Bundesliga. Anders zou ik hem zeker goed kunnen gebruiken. Maar alsnog prima keepertje. Gaat gewoon voor 27k. Bruh. Ik sta ook via mijn kanaal. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Het laatste Pecky geeft ons wel een speler die we zeker eens een keer kunnen gaan proberen. Traoré. Ga ik ook op het bankje zetten. En dan houdt het voor vandaag op. Bedankt voor het kijken. En later mensen.